dolgraag in mijn truck bij dag en ook bij nacht. Toen kreeg ik van mijn baas opeens een hele rare vracht. Gewoonlijk reed ik in de buurt van Emmen tot aan Goor. Nou stuurt hij mij naar het buitenland, maar wat koop ik daar nou voor? Ja, mijn broer die is beambte, die zit goed. Maar ik rij 120 varkens naar Beirut. Ja, ik rij 120 varkens naar Beirut. Het is te gek wat je voor geld niet alles doet. S'nachts sterf ik van de kou en overdag sta ik in gloed. Ja, ik rij 120 varkens naar Beirut. Bij een rustplaats stond een liftster en die wilde graag naar Split. Omdat het op mijn route lag, gaf ik die meid een rit. Ze klom in mijn cabine, keek me onderzoekend aan. Ik zag haar hardop denken van, waar komt die stank vandaan? Ze zei, moet u niet stoppen, bent u misschien niet goed? Toen zei ik nee, want ik rij varkens naar Beirut. Ja, ik rij 120 varkens naar Beirut. Het is te gek wat je voor geld niet alles doet. S'nachts sterf ik van de kou en overdag sta ik in gloed. Ja, ik rij 120 varkens naar Beirut. Zo halverwege mijn bestemming klapt opeens een band. Mijn vracht begint te gieren, ik zet mijn wagen aan de kant. Maar dan wil het mij niet lukken, til me aan het wiel een breuk. En 120 varkens liggen samen in een deuk. Toen zei ik tot mezelf, kom op, hou moed. Jij brengt die 120 varkens naar Beirut. Ja, ik rij 120 varkens naar Beirut. Het is te gek wat je voor geld niet alles doet. S'nachts sterf ik van de kou en overdag sta ik in vloed. Ja, ik rij 120 varkens naar Beirut. Na 88 uren kwam ik daar dan eindelijk aan. Ik reed recht naar het slachthuis en daar kwam de baas al aan. Hij opende de laadklep en hij schreeuwde vol venijn. Jij moet mij brengen schapen, wij hier niet eten zwijn. Verbijsterd spring ik dan weer in mijn truck. En mijn vrachtje ligt te knorren van geluk.